De dag begon met het afscheid van de koorleden. Ik kan de laatste keer die mensen uitwerven, want die gaan met een onbetrouwbaar luchtvaartmaatschappij. Vandaag stond de trip naar Goslar met tussenstop in Quedlinburg op het programma. Bij de Pulverturm in Quedlinburg stapten we uit en daalden af naar de Marktkirche. Van buiten ziet ze er wat triestig uit, maar binnenin verrast ze door de veelheid van stijlen. Het Romaanse tongewelf van het schip gaat over in het gotische kruisribgewelf van het koor, waarin we de barok ontmoeten in het hoogaltaar. Voorts herbergt deze kerk nog twee mooie gotische vleugelaltaren. Maar laten we niet te veel tijd verliezen aan de kerken, want Quedlinburg is vooral bekend voor zijn 1300 vakwerkhuizen. Er staan er veel uit de 16e eeuw. Typisch voor die tijd waren de zonnedriehoeken en de rolvormige balkenkoppen. De Münzenberger muzikanten verwelkomen ons op de marktplaats, die gedomineerd wordt door een van de oudste Duitse stadhuizen, waarvoor een laat-middeleeuwse burger de wacht houdt, symbool voor de stadsvrijheid. We trekken verder door de pittoreske stad. Dat dit een zeer oud vakwerkhuis is, zie je aan de staanders, die nog doorlopen tot aan het dak, de Ständebauweise. In het Fleischhof, het vroegere adelshof van de graven van Falkenstein, werden we gastvrij binnengelaten. De man vertelde enthousiast over de renovatieplannen. Dabei, diesen Hof wieder herzurichten, ist wie gesagt seine Gaststätte entstanden, mit einem kleinen Kreuzgewölbe im oberen Bereich, mit einer kleinen Kapelle wieder. Im oberen Bereich sollen später mal Ferienwohnungen entstehen, wo Leute dann auch halt hier dann zu unseren Festen. En nu een klimmetje op de Schlossberg. Daarboven staat een Renaissance schloss en een Romaanse stiftskirche. Je hebt er ook een mooi panorama over de stad. We dalen weer af naar het stadje. De Sankt Blasiekirche heeft aan drie zijden een houten gaanderij, ook onder het orgel. Jawel, veiligheidshalve zaten in dit aloude kerkgestoelte de mannen. En bovenaan de vrouwen. Nog merkwaardig is dat in deze vroegere protestantse kerk de preekstoel in het altaar is ingewerkt. Niet alleen vakwerkhuizen vallen in Quedlinburg te bewonderen. En zo bereikten we opnieuw de markt. Tijd voor een snack, om nog wat rond te kijken en de klassieke kiekjes te maken, alvorens de bus weer op te zoeken.
Mooi meegenomen dat we in deze zachte winter toch nog sneeuw hebben gezien. Hier zijn echte Erzbrocken aus dem Rammelsberg. Kuppere, genau. Kuppere, das ist Kuppere. Lässt vermuten dat dort sogar noch mehr Metalle drin sind. De gids van onze groep was een ware entertainer. Toveract inbegrepen. Acht, oh, zehn! Zehn. Da sind die Metalle. Ausgezaubert. Genau, sie sehen mit Isolierung sogar. Kupfer? Also nochmal Kupfer. Dann das ist Silber, sehr gut. Und das ist Gold. Genau, wenn Sie sich was schenken lassen, was muss das sein? Gold. Jetzt wird schwerer. Blei. Und zwar, Blei. Ja, sehr gut, Blei. Und die Dachrinne besteht daraus. Zink. Sehr gut. Also, Sie waren so. Halt, nein, jetzt. Große Prüfung. Nehmen Sie mal bitte Ihre rechte Hand nach oben. Jetzt zählen wir mal gemeinsam ab. Welche Metalle sind im Rammelsberger Erz? Machen Sie mit. Blei. Zink. Kupfer. Gold. Und Silber. Jetzt machen Sie es nochmal allein. Dan leidde hij ons naar een hoger gelegen meertje en legde uit dat een zekere Herr Röder hier op het idee kwam het water als energiebron aan te wenden in de mijn. Zo, meine Damen und Herren, hier begint jetzt das Rödersche System zu erkennen. We volgden de loop van het water dat vroeger in de berg gevoerd werd om vier waterraderen in beweging te zetten. Twee waren nodig voor de ertswinning, de andere twee voor het omhoog brengen en afvoeren van het water in de mijnhangen. Heel interessant om te zien was hoe een van die waterraderen in beweging werd gezet. Nog enkele mijnen hangen door en we kwamen weer buiten. En na wat uitleg over het gebruik van vuur bij de ontginning, volgde in de kleedruimte nog een evaluatie. Wat hebben we vandaag geleerd?